Frans en Wendy van Oorschot namen in 2018 een rigoureus besluit. Ze gingen over van melkveehouderij naar een waterbuffelboerderij. Daar wil ik alles van weten. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bokstel Natuurlijk. Ze mogen naar buiten. Ja. Volgens mij staan ze te trappelen. De deur staat al te bewegen. Is dat iedere ochtend iedere zo? Iedere ochtend hetzelfde, ja. Och, wat leuk. Zitten we 's morgens boterham te eten en staan ze al te roepen van wanneer mogen we buiten. Ja. Ze zijn echt van de klok. Echt van de klok, ja. Wauw. Echt van de klok. Nou, laat me komen. Ja, ze mogen komen, hè. Laatste. Is dat de laatste? Een jonge dame. En zo kalm. Ja, het zijn heel rustige dieren. Als alles maar hetzelfde gaat als altijd. Als, structuur. Als er verandering is, dan als ik er nou eentje tegen wil houden om binnen te houden, vergeet me. Dan stress. Dat lukt gewoon echt niet. Okay. Heel stressgevoelig, maar wel heel rustig. En dat stressgevoelig is een karaktereigenschap van deze beesten? Ja. Daar hebben we ons eigenlijk ook op verkeken in het begin. We dachten, we zullen die buffeltjes wel even melken in het traditionele melkstal die we hebben. Hadden we 's morgens om 6 uur waren we begonnen en 's avonds om 6:30 waren we klaar. En toen hadden we een emmer melk van 30 buffels. Jeetje. Ja, dan geven ze geen melk en dan doen ze het gewoon niet, klaar. Dus en hoe kom je dan, hoe ben je daar, ja, dan ben je gaandeweg achtergekomen van, hé, dit moet anders? Ja. Vraag je dan collega's die dit zo doen? Want de markt, het is heel beschermd. Niemand wil iets delen in de markt van buffels. Het is echt helemaal zelf uitgezocht en gaan kijken, Italië. En in Italië zitten de grote buffelhouders en die hebben dan automaten staan, zo'n robot, die zullen we dadelijk wel zien. Mm-hmm. En daar ging het eigenlijk keigoed. Toen die dieren naartoe wanneer ze zelf wilden en niks onder dwang, alles dus, vrijwillig. Ja, dus je hebt het zelf uit moeten vinden eigenlijk? Ja. Wat knap. Helaas wel. Maar dit is toch een plaatje. Ik heb een beetje het idee dat ik in Azië ben of zo. Ja, dat zeggen veel mensen, ja. Huh? Waterbuffels in Boksel, ja, inderdaad. Geweldig. Ja, is geweldig, ja. Frans, ik word gewoon gelikt door een waterbuffel. Ja? Ik vind het best heel spannend, maar ze doen niks, hè? Ze doen totaal niks. Het zijn hele lieve dieren. Ze komen echt, dat zie je wel, ze komen allemaal bij je staan. Ze willen allemaal geaaid worden. Dat is echt... Ja, dat is gewoon uniek. Dat kennen we bij melkkoeien, ken je dat niet. Die zijn iets schichtiger. Ja. Maar deze dieren zijn gewoon heel nieuwsgierig en je ziet wel. Ze staan je broek bijna op te eten. Maar ze happen niet in mijn broek, hè? Nee. Ze hebben boven geen tanden. Ze kunnen bijna niet happen. Ze kunnen alleen likken. Ze kunnen alleen likken. Ja. Maar wat zijn ze... En ze doen het goed in dit klimaat. Ontzettend goed. Ja? Ontzettend goed. Nou, de winter moet ik natuurlijk nog wel meemaken. Hè? Wat gaan ze nou echt met kou doen? Maar ze zijn vorig jaar, oktober, zijn ze hier gekomen. Dus we hebben wel een winter gehad. Maar die winter was niet zo streng. Ja. Maar de oudere dieren kunnen er goed tegen. Dat heb ik afgelopen winter wel gezien. Alleen de kleine kalfjes in de winter, die moeten we wel apart naar binnen halen met de lamp erboven en dus warm te krijgen. Ja, precies. Ja. Wat is nou het grote verschil met de melkvee koeien die je had? Poeh, het grote, er zijn zoveel verschillen. Het grote verschil is dat het echte kuddedieren zijn. Ja. Eén dier apart, dat kan gewoon niet. Ze willen ook een voorbeeld. Eerst deden wij als een koe moest kalven. Hadden we daarachter een heel mooi hygiënisch hok. Ja. Koe apart, kalfje erbij, alles. Ja. Als ik dat hierbij doe, dan komt het kalfje niet. Dan zeggen ze van, alles bij elkaar blijven. Ze moeten bij elkaar blijven. Dus het kalfje ligt hier tussen de kudde en dan moeten we dan uithalen en dan is het helemaal goed. Oh. Dus daar is helemaal niks mis mee. Maar hun willen alles in de kudde doen. En dat is eigenlijk het grote verschil met melkkoeien. Ja. En alles is slow. Alles is slow en rustig en niks moet en alles mag. En dat heeft volgens mij ook wel invloed op jou dan. Ja. Ik was van vroeger, een jaar terug mag je niet van vroeger praten, maar voorheen was ik... Wow. Kijk, dat is een stiertje, die mogen we weer bij.
Nee, een jaar terug was ik een heel gejaagd persoon. Alles vlug, 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 opschieten. En, maar ja, vergeet het maar, dat gaat hier echt niet mee lukken. Dus je wordt er zelf ook wel rustig van. Wat mooi. Inderdaad. Ja. Goed zeg. En dan het grote verschil natuurlijk ook. Melkkoeien die geven 35 liter en deze geven 8 liter. Hè. Ze geven heel weinig melk. Maar dan met zorg gemaakt? Ja, met zorg gemaakt. Maar ook, ook op de sloffen gemaakt. Kijk, melkkoeien die moeten gewoon... Hey, jongen, we zijn er toevallig. Oh, ja. Melkkoeien moeten gewoon elke dag die marathon lopen. Kijk, en dan brengt de melkprijs brengt er met zich mee dat ze die marathon moeten lopen natuurlijk. Ja. En deze dieren die geven gewoon 8 liter en die kunnen gewoon makkelijk op de slof kunnen ze oud worden. Er is helemaal niks mis mee. 25, 30 jaar oud is geen uitzondering. Jee. Ja. Die komen gewoon vragen van nou, Aimis. Oh, echt? Zegt, ja. Nou, dat doe ik. Ja, ik moet even wennen. Ja. Ik moet heel even wennen. Ja. Jij zorgt voor onder andere voor het melken hè, van de waterbuffels. Ja, ja, hier worden ze gemolken in de twee robots. Oké, okay. Wauw. En ja, daar hoeven we eigenlijk zelf niet zo heel veel aan te doen. Alleen 's ochtends hebben we dan een paar buffels die net een kalfje hebben gekregen. Ja. Die moeten we dan even bijzetten, omdat we dan melk moeten hebben voor het kalfje. Dus die hou je apart? Ja, hou je apart. Dan gaat, de leiding gaat daar zo, komt daar in zo'n beker. Oh, en dan weet jij van wat daarin komt, dat is voor de kalfjes? Ja, ja. Man. Ja, en hier kun je dan zien hoeveel die gaat geven, wat hij verwacht. Hij verwacht 2,1. Ja. Hij zit hier nu al overheen. 2,1 liter? Ja, 2,1 liter maar. En hier kun je zien wat hij links achter geeft, rechts achter, links voor en rechts voor. Jeetje. En deze die is, komt vandaag al voor de tweede keer. Serieus? Gisteren is hij 3 keer geweest. Is dat bijzonder? Of? Ja, ja, ja. Meestal als je in een melkstal doet melken, dan melken ze 2 keer per dag. Ja. En hier mogen ze maximaal 5 keer op een dag door de robot. Mag. En kiezen ze nou zelf van, oh, ik wil gemolken worden? Ja, ze krijgen brokjes. Ze krijgen brokjes in de robot. Ja. Ja, dat is eigenlijk een soort snoepje. Ja? Dus daar komen ze eigenlijk, ja, komen ze voor de brok. De normale koe die komt op de spanning van de eier, dat ze echt moet. Ja? Maar deze hebben we dat niet zo, want ze geven maar 8 op een dag. Ja? En ja, de hun komen voor het brokje en lekker en ze staan echt gewoon te wachten. Ze staan in de rij en dat is daar nog erger. Oké. Okay. Je wordt even gescand, hé, hey, jij hebt wel, ja, of lasertje. Je hebt niet. Ja, want in de halsband zit zo'n groot blok. En daar herkent je hem in. Een beetje zoals onze kliko geleegd, ja, wordt. Ja, oh. Ja. En als hij korter dan 5 uur, dan wordt hij weer vrijgelaten. En om de 5 uur mogen ze gemolken worden. Onvoorstelbaar dat dit er allemaal kan, zeg. Ja. Dan kan hij die speen niet goed vinden. Dan gaat hij daar zijn laserkoppen. Die bijstellen. Dan gaat je hem een keer poetsen. Gaat dus deze, dan doet je hem hiermee, maak je kop schoon. Nou, kijk nou toch. Dan denk je van, ah, hij is een beetje vies. Joh, degene die dit kan ontwerpen, dat is toch, ja, geweldig? Ja, 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 ja. Dan blaas je hem schoon met lucht, dat er geen water meer op zijn laser zit. Dan gaat je het opnieuw proberen. Als jouw overgrootvader dit geweten had, ja, wat zou hij dan gezegd dan hebben? Dan had hij ook, ja, dan had hij, ja, dan weet ik niet wat hij gezegd had, maar dan... Dat is ook van onvoorstelbaar, ja. Hij kan hem nou niet zo goed vinden, maar ja, dat lost hij dan dadelijk op als de andere eraf pakt. Dan hangt hij hem alsnog onder. Tuin, je bent nu 16. Ja, ja, ja. En je werkt al heel je leven mee op de boerderij. Ik werk al heel lang mee op de boerderij, ja. En dit is ook echt jouw passie, hè? Jouw werk. Ja, ik vind het heel leuk, ja. Want ik wou eigenlijk vanaf zo oud als mijn broertje nou is, of vanaf mijn 5e, wou ik eigenlijk al boer worden. En dan zat ik altijd bij papa mee op de loder en mee voeren. En ja, ik vind het altijd al leuk. Gaaf, joh. Ja. En wat vind jij van de overstap naar de waverbuffels? Ja, ik ben er eigenlijk wel heel blij mee.
Want ja, het was niet zeker of dat ik de koeien over kon nemen. Omdat daar helemaal, daar zit eigenlijk helemaal niet zoveel toekomst in. En ja, papa die heeft de stap gemaakt voor zijn eigen en natuurlijk voor mij ook een beetje. En ja, dat heeft hij wel, ja, ik vind het wel heel fijn dat hij dat gedaan heeft. Dat is ook uniek, hè? Ja, uniek, ja. Want echt niemand, niemand doet dat. Maar niemand geweldig. Hoor, ja. Even over jouw opleiding, want er moet ook nog gestudeerd worden. Ja, op Helicon in Bokstel. Veehouderij. Voor jou een makkie, denk ik. Ja, nou, er komen ook, ja, dat zegt iedereen wel, maar er komen toch ook nog andere dingen bij kijken. Want er komt dan weer meer bij van de koeien bij, hè, want waterbuffels zit daar niet. Nee, dat is waar. Ja. Nee, ja, en, je moet ook, en dan ga ik stage lopen één keer in de week. Hier? Nee, bij Frans Versteden in Oorschot. Mooie toekomst ga je tegemoet dan. Ja, daar ga ik een mooie toekomst tegemoet, ja. Leuk, joh. Ja, dan hoop ik het ooit over te nemen. De waterbuffels. Ja, dat snap ik. Ja. Het smaakt een beetje knorrend van buiten. Ja. Oh, daar komen ze al aan, hoor. Wat leuk. Wendy, van waar de overstap van melkkoe naar een waterbuffel? Het is geen logische stap, nee, hè? Eigenlijk niet. Maar nou ja, wij waren het eigenlijk zat om in de bulk te produceren. Ik zou maar zeggen, wij hoorden eigenlijk altijd achteraf wat we kregen voor de melk. Dus wij leverden bijvoorbeeld in juni. En dan hoorden wij in juli wat we kregen voor de geleverde melk. Nou, daar waren we beu. En we wilden heel graag gewoon een niche product. We wilden gewoon niet meer bij de bulk. En wij kregen onze stal ook niet meer vol met allerlei regelgevingen. We wilden ook niet groter worden. We wilden gewoon ja, met z'n drietjes of met z'n tweetjes. Gewoon een gezinsbedrijf. Dus vandaar dat wij op onderzoek zijn uitgegaan van wat kunnen we nu eigenlijk gaan doen. Dus dan hebben we zo'n trechter. Ja, daar gooiden we natuurlijk van alles in. Stoppen, klimboerderij, bed and breakfast. Alle opties zijn voorbij gekomen. Ja, maar, en dan toch denk ik, och, laten we waterbuffels doen. Ja, maar dat komt omdat er een voerleverancier kwam en die zei van, is waterbuffelsmelk niks voor jullie? Ja, en toen dachten wij van ja, grapjas. Maar toen zijn we bij twee bedrijven in Nederland gaan kijken en toen waren we overstag. Toen hadden wij zoiets van, het is echt wel super mooi. Ze zijn super relaxed. Oké. Ja, ze komen gewoon al mooi. Super nieuwsgierig zijn ze. Waar komen ze oorspronkelijk vandaan? Ze komen oorspronkelijk uit Azië. Want je hebt natuurlijk ook die in Afrika zitten, die hoort bij de Big Five. Ja. Maar dit zijn geen gevaarlijke, zoals wij het zeggen. Dit zijn de Aziatische. Die werden altijd in Azië voor de, of nog steeds, hè, voor de rijstvelden gebruikt. Ja. Ja, daar lopen ze zelf voor die ploeg. En zoals je ziet zijn dit gewoon de super rustige versies, zou ik maar zeggen. Maar wij hebben ze in Schotland en in Tsjechië gekocht. Oké. En dat lijkt me wel heel bijzonder als dan je eerste lading waterbuffels komt. Ja, dat is ook heel bijzonder. Want je weet eigenlijk nog helemaal niet wat het inhoudt. Hoe ze eruit zien en wat het met jullie gaat doen. Nee. Nee, ja, dat was het ook, hè. Voor gingen de koeien eruit. En achter kwamen een week later de waterbuffels binnen. Zo is het gewoon gegaan. En natuurlijk voor die ouders van Frans is het ook natuurlijk wel iets, hè. Ja, ik bedoel, die melken hier natuurlijk al generaties lang. En dat was wel een dingetje. En nu zijn ze super trots. Dus dat is ook wel leuk om te zien. Ze vertellen tegen iedereen en nemen alle producten mee naar elke verjaardag. Dus dat is wel heel leuk om te zien. Voor hun was het in het begin wel een lastig ding. Maar nu zeker niet meer. Ze zien hoe gelukkig wij zijn en hoe goed we het nu weer hebben samen. Ja, het is echt heel mooi. Fijn. Ja, dat is heel fijn. Over de geboorte van de kalfjes, dat gaat anders dan bij de koeien voorheen. Ja, dus zij kalven eigenlijk gewoon in de kudde af. We hebben de eerste keer geprobeerd om in de afkalfstal te doen. Maar dat hebben we een halve dag gedaan, maar de buffel kalfde niet af. Dus toen hebben we hem bij de groep gedaan en binnen 5 minuten was het kalven. Wat bijzonder. Ja, ze willen gewoon heel graag bij de kudde blijven. Dus ze worden eigenlijk allemaal vies op de rooster geboren. Of in de modder buiten in de wei. Ja, nou, dat vinden ze heerlijk. Alles lekker bij elkaar. Ja. Als één grote familie. Ja, alles eromheen. En dat is met olifanten ook, hè? Ja, dat is met olifanten. Ja, alles doen bijzonder. Ze in kudde. Ze vinden het heerlijk om in de kudde te zijn en te blijven. Dus. Maar die kleintjes staan nu hier wel zonder de mama? Ja, nou ja, we halen ze wel vrij snel van de moeder af.
Omdat je hebt hier natuurlijk wel, we hebben genoeg ruimte, maar het is niet zoals in de natuur. Daar kunnen de buffels die gaan kalven kunnen zich een beetje afzonderen van de groep. Ja. Maar hier op stal en in de wei zijn toch moeder-oversten en die gaan zich dan ontfermen over de kalf. Ja. En dan wordt de moeder eigenlijk weggestoten. Het kan ook zijn dat moeder-oversten erop gaat liggen. Oh, echt? Dat hebben we dus één keertje gehad. Oh, dat wil je niet meemaken? Nee, dus we hebben gezegd van we halen ze gewoon vrij snel eraf. Mm-hmm. En dan krijgen ze wel de eerste 3 dagen de biest van de moeder. Mm-hmm. En daarna gaan ze over op melkpoeder. Okay. Wat gebeurt er met de melk? De melk wordt opgehaald 2 keer per week, op woensdagochtend en op zaterdagavond. Dan gaat hij naar een fabriek in Zevenaar. En daar leveren 5 buffelhouders uit Nederland aan. En daar wordt dan yoghurt, karnemelk, mozzarella natuurlijk. Oh, lekker. En die komen weer terug hier, ja. Een deel? Ja. En dat dan zien we hier, hè? Oh, een paar dingen staan ja. Zo. En wat gebeurt er nog meer met de producten? Leveren jullie nog aan weet ik veel, restaurants? Ja, we leveren aan restaurants inderdaad. Okay. En aan winkels. En wat hangt hier dan? Ja, worstjes. We hebben worstjes? Wat donker, hè? Ja, buffelworstjes. Ze zijn natuurlijk heel donker en ze drogen heel snel en heel hard. Wauw. Dus ja, super lekkere buffelproducten. Kijk. Bedankt voor het kijken. Ik geniet nog even na. Mooi, hè? Bokstel, natuurlijk. Oh, sorry. Oh, die komt in de aftiteling. Weet nu al.